De Surinaamse diaspora zit overal en doet er altijd alles aan om op bijzondere momenten bij elkaar te komen. Zo ook de diaspora in New York. Onze redactie stapte binnen bij Sunil Sitaldin, de permanente vertegenwoordiger van Suriname voor de Verenigde Naties in Manhattan, New York. Sitaldin werd op 28 december 2021 beëdigd door president Santokki en vertelt in gesprek met onze redactie meer over zijn ervaringen met de Surinaamse diaspora in de wereldstad New York. Het is natuurlijk niet exact te schatten, maar inderdaad is het zo dat in New York en de omstreken, en dan nemen we daar ook New Jersey bij, dat er naar onze schatting enkele duizenden Surinamers woonachtig zijn. Althans, mensen van Surinaamse afkomst ook, die al jaren hier woonachtig zijn en werken. Zo. Dus we hebben een significante Surinaamse gemeenschap, een diaspora gemeenschap. En dan ga ik die link maken met, ik begon al te zeggen dat we eigenlijk SEC voor de UN zijn. Maar natuurlijk is het ook zo dat wij ook als werk hebben het onderhouden van de relatie met de Surinaamse diaspora gemeenschap. En we zijn verheugd dat we een goede relatie hebben met de Surinaamse gemeenschap hier. Er zijn enkele Surinaamse organisaties. Sitaldin brengt in herinnering dat er nog veel Surinamers zijn die het thuisland een warm hart toedragen. De diaspora in de Verenigde Staten probeert door middel van het organiseren van een jaarlijkse Sranandé ervoor te zorgen dat ze niet vergeten waar ze vandaan komen, meent Sitaldin. Het is afgelopen, het wordt elk jaar, er is een organisatie, een groep Surinamers, die Sranandé heet. Dus die organisatie. En zij organiseren elk jaar in augustus, moet het zijn, een Sranandé in een park. Ik ben geweest samen met, zo toevallig was ook ambassadeur Schalkwijk uitgenodigd en ook de consul-generaal van Suriname in Miami was uitgenodigd. Wij waren met ons drieën daar en na COVID was het eigenlijk de eerste keer dat het weer de vorm had van voor COVID, heb ik me laten vertellen. En natuurlijk, ja, u weet het, bij Sranandé, als u die altijd, gezellig. Gezelligheid, muziek, Surinaamse muziek, Surinaams eten, maar ook wat opviel, en dat is wat mij opviel, dat er ook Surinaamse producten die geïmporteerd worden hier, ook te koop werd aangeboden. Dus dat is een van de zaken waar we ook naar moeten gaan kijken, want er is een behoefte aan Surinaamse producten. Naast het behartigen van de nationale belangen en die van Surinaamse burgers in het buitenland, zal de ambassadeur zich ook moeten inzetten om buitenlandse investeringen te stimuleren. Daarbij heeft de president verzocht te werken aan het bevorderen van de bijdrage van de Surinamers in diaspora.